mededeling. Volgens verklaring van de gouverneur van Suriname is naar onderzoek gebleken dat hij vermoedelijk overleden is in de nacht van 1 op 2 oktober 1899. Hetzelfde jaar. Datzelfde? Ja, daar staat bij vermoedelijk. Dus dat is niet zeker. Nee, het is niet zeker. En dat blijkt ook dat als het wel zeker was geweest, dan had zijn dochter een overlijdensakte kunnen tonen. Ja. En dan hebben we hier de Surinamer. Dat is een nieuws- en advertentieblad wat daar verschijnt in die tijd. Een van de belangrijke dingen is dat de scheepstijdingen, ja, de 1e oktober, zijn een aantal schepen binnengekomen in Paramaribo. Onder andere het stoomschip van Nassau.